En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie vandaag mee in de winkel. Ik ga leuke dingen maken. Ik ga de winkel helemaal klaarmaken. Ik heb bloemen binnengekregen, die ga ik in de winkel zetten. En leuke dingen maken voor herfst. Ik heb ook heel veel planten binnen, dus ik neem jullie weer mee. Zo, ik ga even beginnen met het opmaken van een paar kalebassen. Superleuke. En ik heb heel veel in de winkel. En dit is een bestelling, dus die ga ik eerst klaarmaken en daarna ga ik er nog wat voor de winkel maken in verschillende soorten. Nog een kalebas. En het leuke is, als ik één keer mijn vingers knip, heb ik helemaal een mooi opgemaakt kalebas. Let maar op. Zo, ik heb zojuist de kassen even weer netjes gemaakt. En ja, dat ziet er allemaal weer netjes uit. Ik ga even water geven. En ook voor de winkel even water geven, want daar staan ook nog buiten planten. Dus dat ga ik eerst eventjes doen. En er vliegt hier de hele tijd een vlinder. Echt zo leuk. En die blijft hier ook. Die gaat maar niet weg. Ik weet niet of jullie hem zo kunnen zien. Maar ja, ik denk dat hij hier wel goed zit in de kas. Ik ga eventjes voor de winkel water geven. Zo, dat is ook allemaal weer mooi. En de snuifbloemen staan er allemaal weer in. Zoals je hier achter mij ziet. Het zijn allemaal weer mooie verse bloemen. Ik heb wat boeketten klaar, maar ik ga straks ook weer wat boeketten bijmaken. Dus dat is ook altijd leuk. En ik heb ook grote vracht planten binnengekregen. Die zal ik ook even laten zien. Komt-ie. Tijd om eerst eventjes pauze te houden en dan gaan we straks weer verder met voorraad maken, opruimen en zorgen dat de winkel vol blijft staan. Oh ja, en ik heb nog heel veel pakketten in te pakken, want heel veel mensen gaan weer met mijn bloemschikken op YouTube, dus weer met de DIY pakketten, dus ook die ga ik nog even inpakken. Zo, dan is het nu tijd om pakketjes in te gaan pakken voor de DIY filmpjes. Er zijn er gisteren aardig wat besteld, dus ik moet even flink doorwerken om ze allemaal ingepakt te krijgen. Want dan kunnen ze vandaag op de post en kunnen mensen gezellig mee aan de slag. Dit keer was het hard. Ik heb het net ook al verkocht, dus ik kan het jullie wel laten zien, maar hij is al verkocht. Ik kan wel even een potje hier plaatsen, dat gaat om dit hard. Daarvoor ga ik nu de pakketjes inpakken. En er zijn nog wat andere pakketten die al eerder online stonden, die ook besteld zijn. Dus hou aan de slag. Oh, en als er mijn pakketten besteld worden, dan kun je zelf een voorkeurskleur aangeven. Dus je kan hem precies zo maken zoals ik het op de video doe. Maar je kan ook zelf een kleur kiezen als het niet meer bij je thuis past. En dat heeft deze mevrouw ook gedaan. Ik doe alles een beetje in pasteltinten. Dus dat krijgt ze dan ook. Echt super mooie droogbloemetjes allemaal. Kijk, en eucalyptus, gipskruid gedroogd. Maar er staat ook heide bij in en ik krijg zo'n mooi beetje lichtroze. Dus ja, elk pakketje kan naar gewenste kleur besteld worden.
Zo, ondertussen zijn we een paar dagen verder. Mijn camera was ermee opgehouden, dus ik kon niet verder filmen. Maar de pallet is nog niet uitgepakt, dus dat ga ik nu met jullie doen. Dus ga ik gewoon weer verder waar ik gebleven was. Oh, mijn haar is trouwens echt heel charmant. Maar goed, dat terzijde. Dus ik ga het even uitpakken en ja, ik wil het gewoon met jullie delen. Daar weet ik al wat erin zit. Het zijn standaard eco-vazen. Klopt heel veel. Oh ja, deze is echt super mooi. Oh, jongens, kijk dan. Echt super zwaar, maar ook echt super mooi. Dan heb ik hier ook een hele mooie serie. Kijk, er zit iets in werkje in. Echt super mooi potje. Deze serie. En deze heb ik in verschillende maten. En volgens mij ook nog in het zwart. Dit is meer bruin. Echt heel mooie, echt zware potten. Dus echt goede kwaliteit potten. Kijk jongens, hoe fantastisch. En hoe mooi het is met bijvoorbeeld vetplanten en orchideeën. Echt super gaaf. Dus echt prachtig. Oh ja, hier ben ik echt verliefd op. Kijk dan jongens, lekker printje. Ook in deze kleur, ook echt fantastisch. Dit wil je toch in je huis? Zo, het is tijd om alles zo in de winkel te gaan zetten. Maar ik heb het allemaal uitgepakt, dus ik dacht ik laat het wel even vast zien. Echt super mooie potten. Zo, we zijn ondertussen een paar uur verder en ik heb nog niet alles erin staan, al wel een deel. Maar ik krijg tussendoor bloemen binnen, zoals je ziet. Dus die ga ik even op water zetten en dan ga ik ze in de winkel zetten. Zo, dan is het nu tijd om alles te gaan prijzen, zodat duidelijk is wat natuurlijk alles kost. Zo, dat was mijn dagje. Alles staat erin. Ik heb ook wel binnengezet, want de dag zit erop. En ik ga nu deze vlog ook afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om een keer te zien hoe dit allemaal gaat en... ja, mocht je het nou leuk vinden om vaker vlogs te zien van in de winkel en ja, alles daaromheen, laat dan onderin de reactie weten. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond, abonneer gratis. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!